stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Jill Schellens, ik ben net 27 jaar geworden en ik kom uit Aarschot, de parel van het Hageland. Ik sta op de eerste opvolgersplaats voor Vooruit, voor het Vlaams parlement. En ik werk nu achter de schermen in de politiek, maar hiervoor heb ik altijd met jongeren gewerkt. Zo heb ik een diploma leerkracht secundair onderwijs en heb ik als maatschappelijk werker in een jongerenadviescentrum gewerkt, waar ik jongeren begeleidde met hun kleine en grote zorgen als zij mentale problemen hadden. En ik begeleidde hen eigenlijk zo naar de juiste zorg en het is voor hen dat ik nu in de politiek stap. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik heb ervoor gekozen om aan politiek te doen, omdat als jongere mens, ik ben zelf net 27 geworden, als je ziet dat er bepaalde zaken mislopen in een samenleving, niet goed lopen, dan vind ik dat je als jongere moet opstaan en daarvoor reageren. En dat is eigenlijk de reden waarom ik nu ervoor kies om in de politiek te gaan. Ik heb zelf voor een klas gestaan en daar heb ik vaak ook gezien dat jongeren thuis geen eigen... Allee, daar hoorde ik vaak dat jongeren thuis geen plek hadden om hun huiswerk te maken of zelfs geen internet hadden om hun huiswerk te maken. Ja, dat zijn heel schrijnende situaties. Of zelfs geen eten meer hadden 's middags geen brood hadden om te eten. En later als maatschappelijk werker op een jongerenadviescentrum, daar zag je dan ook heel kwetsbare jongeren. Jongeren met moeilijke thuissituaties, jongeren die intrafamiliaal geweld hadden meegemaakt, maar ook kleinere problemen zoals liefdesverdriet. Daar kwamen heel uiteenlopende problemen allemaal samen. En als je dan merkte dat die jongeren extra hulp nodig hadden en die was er niet, of die moesten dan wachten op een wachtlijst, en die wachtlijsten zijn heel lang, ja, dan zit er wel een structureel probleem. En aan dat structureel probleem moet echt iets gedaan worden. En dat is ook de reden waarom ik nu in de politiek stap. Omdat ik vind dat dat van een overheid moet komen. Een overheid moet investeren in die jongeren, in die kwetsbare jongeren, zodat zij een goede start hebben van hun leven, zodat zij verder kunnen, zodat ze hun eigen talenten kunnen ontdekken. En dat is eigenlijk de kernboodschap, de kernreden waarom ik aan politiek wil doen. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor een citaat uit het boek van Becoming Michelle Obama, dus van Michelle Obama. En dat gaat als volgt. Zelfs wanneer het niet leuk of volmaakt is, zelfs wanneer het realistischer is dan je had gewild, jouw verhaal is wat je hebt, wat je altijd zult hebben, het is iets wat jij bezit. En ik heb dat citaat eigenlijk gekozen omdat dat gaat over iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedere persoon is uniek, heeft zijn eigen achtergrond. En ongeacht wat je achtergrond is, kan je daar iets positiefs uit halen, iets positiefs mee doen. En dat is ook de boodschap dat ik aan die jongeren en kinderen wil geven waar ik mee gewerkt heb. En wat ik vind dat van de politiek ook moet komen, dat we niemand mogen vergeten. Dat gaat over kansen geven aan jongeren. Kansen die ze niet krijgen omdat ze in een moeilijke thuissituatie zitten, omdat ze in de bijzondere jeugdzorg zitten, omdat ze mentale problemen ervaren. En het gaat erover dat de overheid terug in hen wilt investeren. Want alleen maar als je hen niet achterlaat en in een hokje plaatst, dan gaat iedereen erop vooruit gaan en kunnen zij echt een goede start hebben van hun leven. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn politiek voorbeeld is mijn papa. Mijn papa is zelf schepen geweest in Aarschot. Hij is er nu helaas niet meer. Maar hij heeft me eigenlijk als kind al geleerd om te kijken naar de meest kwetsbare mensen, dat je daar oog voor moest hebben. Hij heeft me geleerd dat als je bepaalde idealen hebt, dat je daarvoor moet opkomen als je wilt dat er iets verandert in de samenleving. Hij heeft me ook geleerd dat door aan politiek te doen en door echt te luisteren naar mensen, dat je zo echt iets kan veranderen, dat je zo het verschil kan maken. Hij was echt een volksmens en ik wil dezelfde drive en dezelfde enthousiasme hoe dat hij dat heeft aangepakt, stap ik nu ook in de politiek. Het was nooit mijn bedoeling om eigenlijk... Ik had dan nooit gedacht dat ik in de politiek zou gaan. Maar ja, het leven loopt hoe dat het loopt. Maar hij, door zijn dood, ben ik wel meer beginnen nadenken van hoe draag ik zelf bij aan die samenleving, aan hoe dat ik wil dat ze eruit ziet. En ja, dat is dus de reden waarom ik nu zelf ook in de politiek stap. Wat zijn uw politieke interesses? Zoals ik al eerder zei, liggen kinderen en jongeren mij nauw aan het hart.
Ik maak me dus ook voornamelijk zorgen over ons onderwijs en het mentaal welzijn van jongeren. Want uit eigen ervaring weet ik ook hoe cruciaal de rol van leerkrachten en van maatschappelijk werkers in het leven van die kinderen en jongeren is. Maar ik heb ook gezien dat zij op bepaalde limieten botsen. Als je dan ziet dat in de bijzondere jeugdzorg bijvoorbeeld een sportpaleis vol jongeren wachten op hulp. Hulp dat ze eigenlijk nodig hebben, maar dus niet krijgen. Dan vind ik dat echt onaanvaardbaar. En dan vind ik dat we daar absoluut iets aan moeten doen als overheid. En van vooruit hebben we dan ook een plan klaar om terug te investeren in die jongeren, zodat zij de hulp, de begeleiding, die warme thuis krijgen, dat zij verdienen. En eigenlijk moet er in Vlaanderen gewoon gebeuren wat er ook op federaal niveau, op het vlak van gezondheidszorg gebeurt. Daar hebben ze massaal geïnvesteerd in die gezondheidszorg. Dat moet ook op Vlaams niveau gebeuren in het welzijn van die kinderen en jongeren. Want zij zijn de toekomst. En er bestaan geen wonderoplossingen, maar na 10 jaar van dit rechtsbeleid is het echt tijd voor verandering. Echt tijd dat er iets wordt, dat er terug een warm sociaal beleid wordt gevoerd voor die kinderen en jongeren. En als je dan ook weet dat school, de klas, de enige plek is waar dat kinderen soms tot rust kunnen komen of waar het er een veilig plekje is als ze in een moeilijke thuissituatie verblijven, ja, dan vind ik dat ook maar normaal dat we ook daar massaal terug gaan investeren. Daar is op dit moment geen plan, geen visie. Er zitten meer leerlingen in de studie omdat er geen leerkracht is. Leerlingen komen met honger naar school omdat ze van thuis uit geen warme maaltijd meekrijgen. Leerkrachten komen niet meer tot het lesgeven omdat ze allerlei paparazzen moeten invullen. Dat zijn allemaal dingen dat moeten veranderen en dat naar de toekomst toe beter moet. En dat is wat wij vooruit ook willen. Wij willen dat onze onderwijskwaliteit terug stijgt. We willen dat leerkrachten terug kunnen lesgeven. Dat leerlingen niet met honger in de klas zitten. En dat, dat leerlingen terug echt les krijgen en kunnen graag naar school gaan. Want daar gaat het eigenlijk om. En dat is eigenlijk, dat zijn mijn de twee redenen waarom ik aan politiek graag wil doen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat ik dat net al wel goed geschetst heb, maar wat mij soms een beetje stoort, is dat in de politiek ze elkaar niet echt kunnen gunnen als er echt goed beleid wordt gevoerd. Zo las ik bijvoorbeeld vorige week in de KNAK meneer Medi, die zei dat de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg dat voornamelijk goed was voor de socials van vooruit. Ja, dan word ik echt kwaad, want dan denk ik, ja, minister Van den Broeken heeft ervoor gezorgd dat al meer dan 330.000 jongeren geholpen kunnen worden met die hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, met die eerste lijn psychologische zorg. In Vlaams-Brabant, waar meneer Medi ook vandaan komt, al meer dan 10.000 jongeren tot en met 23 jaar die gratis naar een psycholoog kunnen gaan, dat is niet niks. Dat is echt wel een goede hervorming. En dan vind ik het spijtig dat dat op zo'n manier, omdat in Vlaanderen zelf dingen niet zo moeilijk en niet zo makkelijk lopen, ja, dan denk ik, vraag ik me af, kan hij dan zeggen waar hij de laatste 20 jaar is gebleven met zijn beleid op welzijn? Allee, sorry, hè, ik moet een beetje ernstig blijven. Daar word ik dus kwaad van. Hè. Ik denk dat dat voornamelijk de reden is dat mij een beetje stoort dat je elkaar ook soms dingen moet kunnen gunnen als het echt goed beleid is. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een foto van mijn gezin meegepakt en van mijn papa en mezelf van als ik klein was. Eigenlijk om aan te tonen, om te tonen dat ik eigenlijk familie heel belangrijk vind. Ik ben echt een familiemens en door de dood van mijn papa zijn wij eigenlijk alleen maar hechter geworden. Ik vind het ook heel belangrijk om heel veel tijd met hen te spenderen. En waarom heb ik dat nu meegebracht, dat is omdat ik eigenlijk elk kind, elke jongere zo'n warm nest toewens als waarin dat ik zelf ben opgegroeid. Bij ons thuis was er niks taboe, alles was bespreekbaar en ik ben mijn ouders daar ook heel dankbaar voor dat dat kon. En ik vind ook dat een overheid moet investeren om ervoor te in die kinderen en jongeren die dat nu op dit moment niet kunnen, in die moeilijke thuissituaties zitten, zodat zij ook de kans krijgen om in zo'n warm nest op te groeien. Zodat zij ook de kans krijgen om hun eigen talenten te ontdekken. Zodat zij ook de kans krijgen om hun leven op een goede manier, op een positieve manier te starten. En zodat zij vertrokken zijn, zodat zij zelf een mooie toekomst tegemoet gaan.